Wij zijn Goggles, Esther Elisabeth Rispens, Wim Pelgrims. En we zijn hier in de Matterhorn bij Muziektheater Transparant te gast om te werken aan onze voorstelling Let's Be Real. Let's Be Real gaat over de zoektocht naar identiteit bij tieners, maar wel gelinkt aan hun digitale leefwereld. Social media, over AI en over hoe dat tieners zich daartoe verhouden en zichzelf ontwikkelen of zichzelf kunnen vinden binnen die wereld. We geven alle twee les in TKO en we staan dus heel dicht bij tieners. We merken dat er heel veel leeft, dat er heel veel enthousiasme ontstaat bij hun in persoonlijke gesprekken. En we dachten, misschien moeten we daar iets mee doen. Dat thema even vastpakken en daar iets leuk mee maken. Ja, en dat is ook gewoon wel mijn favoriete doelgroep, sorry. Maar ik vind tieners echt super leuk om in de les te hebben en ook gewoon om in gesprek mee te gaan. En hun digitale leven is wel echt iets nieuws of zo. De schermtijd van tieners loopt echt op tot 6, 7, 8 uur per dag. Dus als je daarover nadenkt, hebben die echt zo wat een parallel leven. Een soort werkelijkheid en dan een digitale werkelijkheid. En dat is gewoon wel een belangrijk onderwerp voor ons. En dat ligt ons ook gewoon nauw aan het hart. We proberen daar heel, heel bewust om niet echt een standpunt in te nemen ten opzichte van die digitale leefwereld van jongeren, maar om het gesprek gewoon te openen. De hele voorstelling is eerder een pleidooi voor oké, er is die digitale wereld, maar laat ons vooral ook gewoon in verbinding blijven gaan met elkaar. En ja, in het hier en nu ook wel een soort echtheid blijven voelen of zo. We gaan uit van bepaalde visies op social media en zo. En dan praat je met jongeren en dan merk je dat je toch soms er helemaal naast zit. Dat je soms van heel veel niet op de hoogte bent. Dat is best confronterend. We zitten ook wel echt een jaar onderzoek of zo in gesprekken met klassen en tieners dat echt wel vooraf gegaan is aan die productie. En nu nog, gisteren hebben we een bericht gestuurd naar een paar tieners die we kennen om te vragen van ja, is dat veel als je 100 vrienden hebt op Snapchat? Want dat zijn zo dingen dat we eigenlijk niet weten. En ook, wij noemen dat volgers, maar eigenlijk moet je spreken over vrienden en zo. Dat jargon is wel heel belangrijk om dat juist te hebben. Dus dat blijft wel echt heel hard oppassen en gewoon blijven zoeken ofzo. De samenwerking met Jonathan Bonny verloopt super fijn. Heel veel enthousiasme, heel veel positieve energie, altijd op repetitie, supergoeie ideeën. En hij heeft ook een heel grote voeling met social media, met het doelpubliek. Hij is daar ook heel veel mee bezig en je merkt dat ook wel. De producties waar hij muziek voor heeft geschreven al in het verleden, bijvoorbeeld voor voorstellingen bij Club G en Ronnie en zo, dat was altijd heel toegankelijk, heel aanwezig richting die popwereld of richting die ambient vibe. En waardoor dat het ook heel hard zou aanleunen in onze visie bij de doelgroep. En ook gewoon bij wat dat Goggles wil doen. Ja. Toch? Ja. Toch, ja. Het is voor ons vooral belangrijk dat jongeren naar huis gaan met het idee van oké, ik heb een digitale werkelijkheid, maar ik heb ook hier en nu. En dat ze gewoon voelen van dat de boodschap van de voorstelling echt is, dat verbinding belangrijk is. En dat ze ook misschien minder schroom of minder angst hebben om dat aan te gaan.